Goedemorgen, dit is het weerbericht van dinsdag 14 april. Zoals u op de satellietbeelden kunt zien hangt er boven Nederland een grijs wolkendek. Maar in het zuiden zien we ook enkele opklaringen. En dat is ook het beeld voor deze ochtend met enkele opklaringen in het zuiden van het land. Terwijl de midden en noorden tegen een grijs wolkendek aankijken. Waar lokaal zelfs een spat regen uit kan vallen. Nou, vanmiddag dan breiden de opklaringen zich verder naar het noorden uit. Dus in het zuiden zien we steeds vaker de zon met daar 11 of 12 graden. En in het midden en noorden, daar blijft het kwik iets achter. Nou, vanavond dan bereiken de opklaringen ook het noorden van het land. En dan is het tussen de 7 en 10 graden. De komende nacht is het vrij helder en dan koelt het in het binnenland af tot waarde rond het vriespunt. Morgen is het dan vrij zonnig. Met enkele sluierwolken die voorbij trekken, maar dit stelt niet zo heel veel voor. En de temperaturen lopen hoog op naar 14 tot lokaal 18 graden in het zuidoosten van het land. Nou, de dagen daarna houden we het warme weer vast. Met op donderdag een mix van zon en wolken. Het wordt dan 15 tot 21 graden. Vrijdag is het dan weer vrij zonnig. Wordt wel iets frisser met 12 tot 18 graden. En vanaf zaterdag, ja goed, dan neemt de kans op een enkele bui toe. Maar het blijft warm. Ik ben Lennart Eiken voor Weerplaza en ik wens u nog een fijne dag.